Yo, mensen, tof weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. Met vandaag weer de nieuwe Arnslot Final Career Mode. We gaan het nieuwe seizoen in. En ik ga de wisschappelijke wedstrijden simuleren. Maar we gaan wel dus een heel ander elftal wel gebruiken. Want we gaan meer jongere krachten spelen. Ik denk toch dat de mensen als getruide en Malatia, als er een aanbod op komt, gaat toch wel gaan accepteren. Want ja, we willen met de jeugd verder. En natuurlijk, dat de spelers krijgen ook de kans natuurlijk om naar betere ploegen te gaan. En als er een aanbieding zou komen op een van die twee, dan ga ik er gewoon mee in onderhandeling. Hebben we hebben veel jonge spelers rondlopen, dus die kunnen de plekken opvullen natuurlijk van de spelers die weggaan. Tegen Frankfurt gaan we de Elftal ook even compleet omgooien. Heel veel jeugdige spelers gaan starten. De vraag is of het natuurlijk goed uitpakt tegen Frankfurt. Laten we het hopen. Kerst op de rechtsachterpositie. Hoe uh, toe gaat starten. Dan hebben we ook uh, Allyovic die gaat starten. Die ben voor plan om sowieso de baas te zetten in plaats van Tornstra. We hebben we Gitruida. En uh, Pinas deze wedstrijd uh, centraal achterin. En Oosterwolde ook erbij. En uh, Maroovec. Maroovec. Dus ook uh, in de basis. We gaan kijken wat er tegen Frankfurt en deze wedstrijd Verliezen we met 3-0. Helemaal geen kansen gehad eigenlijk. Dus 3-0 verloren. Kansloos verloren dus met 3-0. Maar goed, we gaan dus met een, betere, toch met een ander gevoel. Want we gaan toch wel naar de elfte opstellen. De volgende wedstrijd. In het vriendschappelijk toernooi. We hebben drie wedstrijden. Mochten we doorkomen, dan hebben we natuurlijk vier. En mochten we helemaal ver komen, hebben we er vijf. Uh, Oosterwolde gaan we niet uitlenen. Die blijft bij, uh, bij Feyenoord. Die willen natuurlijk meer kans geven. Zeker mocht Malatia vertrekken. Dan nou, wordt hij natuurlijk basisspeler nummer 1. Oosterwolde. Nu tegen uh, As Asasuna. De Spaanse ploeg. CA. Die gaan we met ons toch op basis. Dit, dit elftal spelen zoals het nu staat dus. We gaan kijken wat we kunnen doen dan. Kunnen we nu wel winnen. En nu winnen we 2-0. Martens en Demirovic met hun doelpunten. Zo hebben we dus één wedstrijd verloren, één gewonnen. En de laatste eigenlijk, ja, moeten we eigenlijk gewoon weer zien te winnen. Om gewoon ons te kunnen, zelfs gelijkspelen zal genoeg kunnen zijn. Want dan komen we op vier punten. Even kijken. Gataffer wil Dumfries. Ja, ik had Dumfries op mijn lijst gezet. Maar ja, ik denk toch niet dat hij echt haalbaar is voor ons. Dus dat doen we dan maar niet. En daarentegen gaan we wel dus uh, verder kijken. Voor spelers, als we de kans krijgen, hier hebben we een speler van de, van de vrije spelerslijst, een jonge spits, die heb ik aan de selectie toegevoegd, 61 algemeen, 1 uh, winter, dus uh, dat kan best wel een goeie zijn. Van Beek gaan we verkopen, die stond er op de transferlijst, gebruikten we toch al niet meer, in het echt ook vertrokken bij Feyenoord. En nu, de laatste wedstrijd in de groepsfase is tegen Fulham. gaan we simuleren met onze uh, elftal basiself, zelf, 0-0, we zijn door naar de volgende ronde tegen Marseille, de Franse ploeg. En hopen dat we dan toch wel die finale kunnen gaan bereiken. toch wel simuleren en toch wel ver kunnen komen. Prijsgeld natuurlijk, weer wat geld erbij. En we spelen sowieso de eerste wedstrijd. ook weer een uh, ploeg die hem wil. Uh, Nies. Nou, weet je, een van de twee of die andere of deze maakt niet uit. Als Van Beek maar vertrekt, hebben we het geld weer ervoor. Om andere spelers ervoor te halen. Hier zien we het elftal. Ik ga het nu al een beetje aanpassen dus ik, zoals ik het echt wil uh, hebben eigenlijk. Aljovic gaat in de basis. Bowman wil ik ook, uh, wil ik ook in de basis hebben. Uh, ja, Gertruida. Ja, Karsdorp wil ik toch op die achter achterhouden. Weet dat hij dat goed kan. Met Martens nu dus voor hem in plaats van Berghuis. En dan uh, Aljovic achter de spits. En zo is het eigenlijk hoe ik het tot nu toe wil hebben. Uh, de elf van Feyenoord. Misschien centraal achterin nog een paar aanpassingen. Voor Bruma Die is het ook al op leeftijd. Dat we daarvoor Pina's gaan neerzetten. Dat komt allemaal. We moeten natuurlijk aan werken. Hoe, de, hoe ze spelen met elkaar. Hier Gitaar zet ik op de kooplijst. Kijken of we een aanbieding voor daar krijgen. En nu tegen Marseille. Uh, met ons baas zelf, dit elftal, dus kijken wat het wordt. En we verliezen met 4-3 met strafschoppen. Dat is wel een domper. Maar goed. Wel goed gespeeld tegen Marseille. 1. 1 In de 90 minuten van de wedstrijd. En dus ja, een strafschop helaas uitgeschakeld. We, wel nu, dus we wachten nu op de wedstrijd tegen RKC. De eerste wedstrijd in de competitie. Gaan we ook zeker spelen deze aflevering. De eerste wedstrijd Met dus wel wat aanpassingen in de basis. Want we willen natuurlijk uh, ja, een gitaarde aanbieding. Met een ruildeal. Ik wil hem niet in ruildeal uh, hebben eigenlijk. Ik wil hem gewoon gelijk verkopen. De vraag is. wil ja, weet je, Ik zat te twijfelen. Weet u we dat Depay bij uh, Olympica Lyon zit. Dus ik probeerde eigenlijk Depay in ruildeal. Maar daar, uh, daar, 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 daar wouden ze niet over nadenken. En gelijk weg. Misschien niet zo handig, maar ik dacht, weet, je, kan altijd proberen. Maar dat gebeurt dus never nooit. Nou, dan weten we gewoon het 12 voor bedrag voor kunnen vragen. Maar dat maakt niet uit. Er komen vast nog wel aanbiedingen binnen voor hem. En nu is dus de wedstrijd tegen RKC. We zijn daarna begonnen de uitwedstrijd. De eerste wedstrijd voor Feyenoord. De eerste wedstrijd ook voor de jonge spelers die nou dus de basispas krijgen. En Arno Slot heeft de vertrouwen uitgesproken over de jonge gasten. Bowman en uh, Aljovic onder andere. De Sloveen en de Engelsman. Op de bank natuurlijk ook een paar uh, jeugdspelertjes rondlopen. Misschien dat hij ook dit seizoen uit gaat breken uit de Kamer. Maar Julian Martens is nu de aanvoerder. Is de aanvoerder gemaakt van Feyenoord. Dat zeiden we al vorig seizoen. Hij wordt de aanvoerder. En is, het nu, is dat nu dus ook. Vrij tapisje trouwens voor RKC. Justin Bailo in het doel nog steeds bij Feyenoord. Ik zou niet weten wie zijn plek moet innemen als hij zou vertrekken. Dan moeten we echt wel weer een jeugdige doelman erop gaan zetten. Ik ga, ik ga sowieso een scout opzetten voor doelmannen in Nederland. Die, uh, dat gaan jullie ook zien uit van deze video. En een scout in Slovenië. En een scout in China volgens mij. Kijken of er daar wat loopt. Dejmovits komt er gelijk de kant. Julian Martens de aanvoerder. Ja, maar het is buitenspel. Dat was ook de redding van de doelman. Maar uiteindelijk was het ook dus buitenspel van uh, Julian Martens. Het is hier 20 minuten ja, kwartier gespeeld. En het is nog steeds 0-0. Alijovic, goede paas. Nee, niet goed. Martens kan de bal niet bereiken daar. En dit is de bal dus weer voor RKC Waalwijk. Onderschept door Senesi. Goed gedaan. Senesi. Martens. Martens. Nu een goede baas zeggen op... Uh, wie is dit? Demirovic. Demirovic draait weg. Demirovic gaat hem afgeven. Dat doet hij ook. En hier is de kans dan voor uh, Mancini. En het is de 1-0 voor Feyenoord. Hij begint zijn eerste wedstrijd dit seizoen goed. Vorig seizoen was hij ook op basis. Dus Toen Sini vertrok. Maar nu begint hij goed met zijn doelpunt. Mancini. Het waaggeven van Teemrovits is het Mancini met 3-0 voor Feyenoord, de Italiaan. En zo staat Feyenoord dus voor. Ondertussen nu half uur gespeeld, nog steeds de voorsprong voor Feyenoord. Tahiri, stokkers, onderschept door Senesi, goed gedaan, sterk gedaan. Gustil, Mancini, goede paas. Ariovic. Bowen, Bowman en de bal te paal. Hier had de Engelsman bijna de kans voor zijn doelpunt. Natuurlijk, hij deed het toch goed toen hij de eerste keer in de wedstrijd speelde bij Feyenoord. Hij speelde gelijk sterk. En hier nu uh, ook uh, vanaf de aftrap. Zijn eerste wedstrijd in deze competitie. Julian Martens, Demirovic. Weer een keer door richting Alujovic. Alujovic en dit is zijn eerste doelpunt in de, de eredivisie. Zijn eerste doelpunt dit seizoen. En hij wil er meer gaan maken. Hij wil gaan groeien. En Feyenoord wil ook zeker met hem verder gaan. Dat weten we. Maar hij maakt in ieder geval een mooi doelpunt. En zijn eerste ook. In het shirt van Feyenoord dit seizoen. Goede paas weer. Weer Demirovic met de paas. En dan dadelijk Alujovic met het doelpunt. En zo staat Feyenoord dus voor met 2-0. Alu, Alu, Alujovic, Ja, lastige naam jongens. Lastige naam. Maar goed, we staan wel voor met 2-0. RKC, Goosens, onderschept door Senesi. Staat daar sterk achterin. Marcos Senesi, Gustil. En Malatia. In één keer door. Richting Mancini. Mancini, Demirovic. Nou, hij ontbreekt nog. En hij scoort hem ook. Het is 3-0. Mancini. Allujovic en Demirovic. Het is 3-0 voor Feyenoord. In de eerste helft door uh, toch wel de drie uh, jeugdige spelers. Waarvan de een was aangetrokken, de ander twee komen uit de jeugd van Feyenoord. Die hier dus de eerste helft uh, toch wel beslissen met een 3-0 voorsprong. Nu de tweede helft, 58 e minuut. Demonovic is weggestuurd. Demonovic geeft aan voor Boman. Die ook kon het maken, maar de redding van de doelman. Lamproe, oud-Feyenoord. Kan Boman dus de doebel niet maken. Ook zorg gedaan door Lamproe. Opvangen door Feyenoord met uh, Alujovic. Demonovic tegen een de speler aan. Til nog een keer tegen een speler aan. Uiteindelijk weer Guus Til in de handen. Van de doelman, Lampreu Gaat nu helemaal naar uh, Mancini. Die de bal leek te houden. Dan toch weer niet. Dan toch weer wel. Gustil. Alujovic. Onderschept door RKC, Bal bezit dus nu weer voor de tegenpartij. Gozens. Stokkers. Stokkers. Tahiri. Minuut 65. Nog steeds de 3-0 voorsprong van Feyenoord, Nog steeds de 3 eerste helft beslissend geweest. Door de drie jeugdige spelers dus. Waar het veel van wil gaan genieten. En we hopen natuurlijk ook met z'n allen dat het ook uh, gaat gebeuren. Dat Fijner daarvan blijft gaan genieten. RKC in ieder geval nou op jacht naar een, uh, naar een doelpunt. Het lijkt misschien gaan gebeuren hier. passen nu. Goosens met het schot. En dan tegen de hand aan. Ja, strafschop. Tegen de hand van Bruma. Strafschop voor RKC. Midden op 20 minuten op de klok komt er een kans voor een doelpunt. Waar Pinas nu klaar staat om Bruma te vervangen. De man die de hands maakt is dus naar de kant. En uh, Pinas binnen de lijnen. En de uh, straksop is hierdoor zeggen uh, genomen. Maar de bal op de paal of naast. Voor mij op de paal. Binnengehouden hier door uh, Malazia. Malazia. En dan ik door naar Bijlo. Steekpas. Til moet oppassen daar met verdedigers in zijn rug. Senesi. Goeie pas en neem door op Komt er dan... hoe uh, dat is Ik wou zeggen komt fijn het er nu uit. Maar dat lukt dus niet. Anita nu. Nu weer RKC. Anita Til met een overtreding. Ja, vrije trap voor RKC. Tahiri wordt snel genomen, die vrije trap. John wordt hier nog te gaan bij een 3-0 voorsprong voor Feyenoord. Anita. Goosens. Stokkers. Anita. Stokkers. Kan Feyenoord de bal onderscheppen? Vooralsnog nog niet. Tahiri, Anita. 10 minuten op de klok nog. Mancini, Anita. wordt het oppassen voor Feyenoord. Goosens houdt Feyenoord er. Stokkers. Krijgt de bal daar niet weg. Gozens. En de bal net naast. Dat is de kans voor uh, de 1-3. Maar hij gaat er dus niet in. Hier de bal uiteindelijk um, voor uh, of iets. Komt er dan nog een uitbraak voor in De laatste slotminuten. Als hier uh, Til meeloopt, geef hem op Burger de invallen. Maar hij was ook buiten het spel. Wouter de Burger, de, vakken, de vervanger van Mancini, mocht de laatste minuut spelen. <clears throat> hier had hij dus de kans op zijn doelpunt. Maar stond hij helaas buiten het spel. De twee minuten extra tijd die zijn bijna. Voor de bij. Nog één minuut te gaan van die twee minuten. Meulensteen. Bakari. En het is klaar. Het is klaar. Feyenoord wint met 3-0. Dus beslissend geweest in die eerste helft met de drie doelpunten. Feyenoord met goed vertrouwen naar de volgende wedstrijd. Dus voor de volgende aflevering morgen natuurlijk weer de Feyenoord career mode. Gisteren hebben we natuurlijk jullie kunnen genieten van het Nederlands al. Tenminste dat hoop ik. Ik moet de wedstrijd nog zien. Want ik neem het uh, natuurlijk op zondag op. Om uh, tien over half vijf. Dus uh, de wedstrijd moet nog beginnen voor mij. Kijk, je gitaar. gitaar is natuurlijk teleurgesteld. Koktjue gaat ook verkocht worden. Gaan jullie ook zien in deze aflevering. Aluvits is blij. En dat is mooi, want de spelen spelers voor je natuurlijk zeker bij club houden. Maar Koktjue is gewoon tijd voor een volgende stap. Van Dam. Die gaan we laten promoveren naar het eerste elftal. En we gaan hem wel gelijk, gelijk uitlenen, want het is wel een speler die we niet gaan gebruiken gelijk. Dus je zet hem wel op de leenlijst. Luc van Dam. Het middenvelder, alweer een middenvelder. Maar ik ga de scouts inzetten voor een, sowieso een Doelman in Nederland. En voor de rest een Sloveen. En, uh, en een uh, Chinese speler. Maar dat gaan we in de loop van de tijd allemaal wel kijken wat er binnen voor komt. Koktjeu aanbieding accepteren we gelijk van Villarreal. 12.3 voor Koktjeu. Misschien te weinig, maar ja, ik wil niet de spelers die, die niet naar nou hun zin hebben, niet te lang houden bij de club. Want dan ga je krijgen dat je manager rating omlaag gaat. Dus daar verkoop ik gewoon voor dat bedrag. Net zoals ze eigenlijk met Berghuis gewoon voor 22.4 verkocht hebben. En uh, nou, deze aflevering zit er zo goed als bijna op. Tegen AZ dat is de volgende wedstrijd voor de morgen, is van morgen dus tegen AZ. Ik ga je bedanken voor het kijken naar deze video: dat ik op de duimers die je heb gedaan. Koktjes is verkocht, en dan zeg ik uh, bedankt voor het kijken. En uh, later.